Dennert. Hey. Hij is nu alweer wat warmer. En we gaan even... Oké, dan weet je het warm is. Even kijken of jij het merkt. Echt, joh. Ik had daar een bolle kop. Holy shit. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en ik sta gelijk op het punt om weg te gaan. Ik heb even een tijdje niet echt gevlogd, want ik had eerst natuurlijk mijn videoclip gedaan. Daarna had ik een van Katje de Sixpack en daarna, oh ja, en daarna een brugglasvideo. Maar, zoals jullie weten was mijn auto niet helemaal lekker meer en was de turbo kapot. Die is nu, als het goed is, gemaakt. Dus ik ga eerst eventjes Danny ophalen, want die is in Amsterdam. En dan gaan we naar Utrecht om mijn auto op te halen. En ik ben zo erg benieuwd, want waarschijnlijk ga je het echt gelijk merken dat opeens je zoveel meer vermogen hebt. Dus ik ben benieuwd. Trouwens jongens, bedankt voor alle leuke en lieve reacties op Dief van de Nacht. Ik heb zoveel reacties van jullie gelezen. Jullie zeiden van, vind het echt een goed nummer. Je bent echt vooruit gegaan met je zang. En ja, dat vind ik zo leuk om te horen. En weet je wat het leuke is? Ik heb dan zeg maar nu Dief van de Nacht uitgebracht. En ik heb nu echt al een paar nummers liggen jongens. Dat is weer next level. En ik heb zoveel zin om gewoon echt te knallen met muziek. Dus ik ga 100% door met deze dingen. Maar ik wil jullie even bedanken, want dat vind ik heel lief. Ik wil het echt niet meer. Dat is je klaar. Hey. Hey, Dennert. Hey. Hoe is hij met je? Wie is Dennert? Dennert? Wie is Dennert? Dennert is die ene gast die... Ik heb een nieuwe auto gekocht. Zo, ja, ik moet zeggen, ik vind die Lambo hard. Maar dit is wel echt veel dikker. Holy shit. Ja, dit is het wel, hè? Dit is het echt wel, jongens. Radio. Radiootje erin. Elektrische ramen. Kijk, we doen er wel grappig over, maar ik moet serieus zeggen, het is echt een hele chille auto. Volgens mij is het wel een oudere, het is wel echt een oudere BMW 3-serie. Het is wel een cilinder als die van jou, maat. Ja, het is ook een 6-cilinder. Mijn oma heeft deze auto ook, maar hij rijdt wel eerlijk, hij rijdt best wel prima, toch? Het is gewoon een chille auto. Het is niet verkeerd. Nee. Nou jongens, ik moest eventjes een brugklasvideo editen, maar we zijn er bijna en ik ben echt, wat ik net ook al zei, zo erg benieuwd. Want als het goed is, moet je echt wel het verschil gaan merken, want er zit gewoon een compleet nieuwe turbo in. Och. En daarna gaan we lekker uit eten, maar ja, ik mag niet, ik moet opletten en ik mag niet drinken. Niet liegen, Finn, het is weekend. Dat boeit niet, ik heb de hele tijd nog niet gedronken. En nu ga ik gewoon waarschijnlijk een sushi rolletje en een stukje vlees. En dan ben ik er. En een klein drankje. Nee, ik drink niet. Drinken doe ik echt pas met wintersport. Lopen jullie visit, jongens? Ik ga aan het eind van deze maand op wintersport met mijn vader en vrienden van mijn vader en daar weer de zoons van. En dan ga ik wel een biertje drinken. Laat het even in de comments weten, jongens, of Vincent het wel of niet gedronken heeft. Wat denken jullie? Ik ben benieuwd. Ja, ze weten dat ik niet lieg. Ze weten het. Ja. Oh jongens, zijn er bijna. Ja jongens, ik zit weer in mijn eigen auto. En als het goed is, is alles nu gewoon gefixt. En ik heb het laten doen bij Gijsbertsen sowieso, thanks naar hun. Echt toppers, ze weten alles van BMW. Ze zijn BMW specialisten. Oké jongens, we gaan rijden, ik ben benieuwd. Jongens, echt voor de vlog. Shane, wil je zeggen op de vlog? Hoor. Hij is al bezig. Helemaal G. Vincent Visser. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het is echt heerlijk weer vandaag weer. Och, kijk eens eventjes, het zonnetje. Maar wij zijn gisteren uit eten geweest. Ik heb dat gisteren eigenlijk helemaal niet heel veel meer gefilmd. Maar op een gegeven moment zei ik van, jongens, ik ben benieuwd hoe de auto rijdt. En toen heb ik niet meer, omdat ik zeg maar, ik was aan het rijden en ik was zo blij met mijn nieuwe turbo dat ik gewoon helemaal vergeten was om te filmen. Maar ik ga straks eventjes een stukje rijden, jongens. En dan ga ik jullie vertellen hoe het nu met mijn auto gaat. Want ik ben er echt heel blij mee. Het is natuurlijk lekker weer en wij gaan gezellig richting Amsterdam. Wij gaan even lekker op het terrasje even een koffietje drinken. En ik ben heel erg benieuwd naar de auto. Hij heeft natuurlijk al een gereden. Ja, maar zeg maar, ik ben het nu alweer vergeten. Ja, een beetje vergeten dat je denkt van, oh ja, is het echt chill? Dat is wel lekker als je vergeten achter bent, dan kan je dingen gewoon opnieuw weer... Ja, maar niet vergeten achter, maar je wilt het gewoon weer voelen. Maar wat ik dus net ook al zei, het is echt heel chill geworden. Je merkt dat hij gewoon wat sneller is weer en dat hij gewoon veel beter reageert. Maar ik ben benieuwd naar jouw reactie. Ah, daar is hij weer. Ja, ik ga naar voren. Hey, ik denk dat hij ook wel sneller is als er nog wat afval de auto uitgaat, hè? Als er wat afval? Ja? Ja, hij is nog steeds wel een beetje vies. Wat zijn die mensen ervan? Zijn die zeggen daar niks van, joh. Ja. Echt lekker, man. Hier, weet je nog dat hij hier ging shocken? Ja. Hij is weer fit. Hij is weer echt fit. Hij is afgetraind. Hij is echt afgetraind. Wat ik ook al zei, zeg maar, het is echt niet leuk om in een auto te rijden waarvan je weet dat, zeg maar, dat er een beetje probleempjes zijn. En waarvan je gewoon, je weet dat het gewoon net niet helemaal oké is. Maar nu is hij gewoon weer... Binky. Zo. Ik ga even mijn toren daar weg. Maar je weet gewoon nu dat hij gewoon weer helemaal op mannetje is. En dat hij weer helemaal nieuw is. Nieuwe turbo erin. Alles is lekker ververst. Oh jongens, het is zo lekker om weer in zo'n auto te rijden dan. Hij is nu alweer wat warmer. En we gaan even... Oké, dan weet je dat het warm is. Even kijken of jij het merkt.
wel door, ja. Ja, hij wil gewoon echt gelijk weer, hij heeft gewoon meer kracht als ik gewoon weer nu dit doe, zeg maar. Maar ik moet zeggen, is hij nou op een korte, ik heb lange termijn is hij sneller volgens mij. Hij bouwt de snelheid op, veel sneller nu, of niet? Ja, kan, ik weet het niet zo goed. Hij is gewoon echt veel sneller weer. Je voelt gewoon echt dat er weer kracht in zit. Ja, wel fijn. Zo jongens, rijdt aan 8-12 superfast. Jij zag hem als eerste, hè? Kijk, dat is wel altijd het leuke jongens van Amsterdam-Zuid. Dikke auto's altijd. Oh, kijk eens even wat leuk, wat gezellig zo. Ik heb wel heel veel trek. Ja, ik ook wel. Trek. Ik had dus vorige keer een pokebol, maar een pokebol is me eigenlijk niet heel goed voor, want die sushi rijst is niet goed, maar hier is hij lekker droog. Dus ik ben er blij mee. Ja, dat gaan we meenemen. Ik denk dat ik het ga doen. Zo jongens, buiten zit is wel echt een stuk lekkerder, hè? Het leuke aan Van Dam is dat je hier gewoon lekker kan zitten, een beetje auto's kijken, zo heerlijk. Kan je misschien even ergens anders gaan zitten? Er is hier nog een plekje hoor, Cheryl. Als je wil, ik kan. Ja, Amber die vindt jou niet. Waar is Ella? Waar is Ella? Ja, ik Ella is thuis. Nee, ga lekker zitten. Nou, we begonnen natuurlijk met z'n drieën. Ja, ik zag het. We begonnen natuurlijk met z'n drieën. En kijk eens wie erbij is gekomen. Ella! Gezellig, gezellig. Jongens, kap even. Oh, mijn man. Dat gezeik altijd. Tasje, kijk, kijk, kijk. Hou eens op. Hé, hey, kap eens. Hou. Dat is waar. Zo jongens, het is november, maar het is gewoon echt fantastisch weer. En ik vind het zo lekker om altijd even in de ochtend lekker hier te staan met mijn koffietje. Ik heb net mijn koffietje al op, maar ik vind het zo lekker altijd in het zonnetje. Frisse lucht. Heerlijk jongens. Moet je eens kijken, dit is zo chill. Omdat ik dus Coca-Cola ambassadeur ben, krijg ik dus elke keer dit soort lekkere spulletjes opgestuurd. En het is eigenlijk vooral altijd heel veel water. Wij drinken meestal hier thuis eigenlijk alleen maar water. En ja, dan natuurlijk een fan dat je eens lekker aquarisje, ijstietje. Maar moet je eens kijken jongens, de koelkast is nu al helemaal gevuld. En we hebben echt nog heel veel hier staan. Wat een luxe probleem. Ja, is dit leuk? Nou, niet echt, denk ik. Idol. We gaan gezellig op het strand lopen, jongens. Maar eerst gaan we even langs de Sarah en nog een paar andere winkels. Want Ella die moet allemaal kerstcadeautjes kopen. Jij had een beetje kerst. Nou, ik moet dus kerstpapier kopen, want we hadden... 7 rollen. Nee, 7 rollen zijn er op en we hadden er 9. Holy shit. Ik word er altijd zo moe van dit soort winkels. Een goud lint, hè, moet je zoeken. Ik ben zo blij met mijn auto weer. Het is echt nice. Als het dan, zeg maar, op het begin dan is het weer irritant als er weer iets aan de hand is. Maar het is echt chill dat gewoon nu weer alles lekker loopt. En het rijdt ook veel lekkerder. Nou, het was weer gezellig zolang het duurde. Ik vind dat het... Ga maar weg. Dag. Doei. Nee, kus. Dag. Dag. Wat een rust. Holy shit, wat een rust. Nou zeg. Zo. Ella en ik gingen even lekker een koffietje drinken. Want het was natuurlijk heerlijk weer vandaag. Maar het is nu tijd om weer lekker naar huis te gaan. En dan ga ik gewoon lekker even lekker chillen, denk ik. Ik ga denk gewoon even lekker op de bank zitten. Even lekker relaxen. We zien het wel. Zoals ik aan het begin van deze vlog zei, heb ik deze afgelopen paar video's weinig gevlogd. Want de eerste video was dan mijn oma verrassen. Dat was dan niet echt een vlog. Daarna had ik natuurlijk een Focaccia sixpack. Daarna een brugklas video. Maar in die tussentijd dat ik dus zeg maar niet hoefde te vloggen. Omdat ik al een conceptvideootje had, zeg maar. Ben ik drie keer in de studio geweest. En ik heb echt... Jongens, al zeg ik het zelf, ik heb echt goede nummers gemaakt. En ook met leuke artiesten. Ik heb een nummer gemaakt met Chip Charles, misschien dat jullie die kennen. Met Yarsinho, hij is van het nummer van Gas. Van Man de Mas, ik pull up, Gas. Nou, die kennen jullie misschien vast wel. En daar zijn echt leuke nummers uitgekomen, jongens. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie er ook allemaal van gaan vinden. Maar dat komt allemaal nog, jongens. Dat komt allemaal nog uit.
Hey, daar ben ik weer. Het is tijd om te gaan sporten, jongens. Want ik ben nog steeds bezig met van kratje naar sixpack. En 25 november ga ik op wintersport samen met mijn vader en vrienden van mijn vader en daar weer de zonen van. Dus het wordt een gezellige mannenvakantie. Maar vanaf dan ga ik wel een keer weer een biertje drinken. Dus ja, dat is een beetje zeg maar het eind. Rond eind november, december. Maar goed, ik ga even lekker de auto in, want we gaan weer gymmen. En jullie zien natuurlijk nu nog helemaal geen verschil. Ja, alleen in mijn gezicht. Voor de mensen die eigenlijk altijd naar mijn vlogs kijken, kun je echt het verschil zien in mijn gezicht al. Maar omdat ik altijd wijde t-shirts draag, kun je nog helemaal niks zien van het resultaat hier zo. Maar dat komt allemaal nog wel, jongens. Het is echt lijp, jongens. Het is november, maar ik loop gewoon nog steeds in mijn korte t-shirtje. Maar het is ook gewoon nog echt lekker weer. Maar goed, we zijn er. A few moments later. Holy shit, jongens. Dit was me weer een training. Ben ik kapot? Ik heb een droge mond. Holy shit. Het is tijd voor een lekker koffietje bij mijn pa. Of ik ga even langs Niek. Ik ga hem even bellen. Ik heb Niek lang niet meer gesproken. Ik kan niet eens praten, man. Ik wilde zeggen, ik heb Niek al lang niet meer gesproken. Dus ik ga Niek even bellen. Oeh. Ik ben bijna bij mijn pa op de zaak. Hier zo. Kijk eens even. Ik kom hier nu aanrijden. Maar hij heeft de auto niet gevoeld nadat de nieuwe turbo erin zit. Dus ik ben benieuwd of hij het verschil gaat merken. Want ik moet zeggen, de turbo zit er nu in. Je merkt gewoon dat hij veel sneller is en weer veel beter reageert. Maar ik ben benieuwd of mijn pa het echt gaat merken. Want ik rijd natuurlijk elke dag in. Maar ik denk dat als mijn pa gaat rijden, dat ik ook kan zien of hij nou echt heel veel sneller weer is geworden. Dus ik ga even kijken waar die is. En dan gaan we even een stukje rijden. Oh, ik zit echt net mijn camera uit en daar komt hij al aanlopen. Monsieur! Oké, pa, ik zei het in de vlog. Kijk, ik rijd natuurlijk elke dag in deze auto. Dus ik weet een beetje hoe dat allemaal rijdt. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij echt het verschil merkt in of er een nieuwe turbo in zit. Ik heb even geen idee. Je voelt gewoon dat hij zeg maar, hij blijft trekken. Ja. Hij blijft zeg maar de hele tijd door willen gaan en zo. Yes. Hij is snel, hè? Ja, het voelt ook sneller aan gewoon. Compacte auto is. Maar zeg maar, voel je echt wel het verschil qua turbo of zo? Je voelt echt wel dat hij het weer trekt, toch? Gewoon. Ja, hij trekt als een malle. Ja, oké, dus dan klopt het wel. Ik dacht eigenlijk op het begin op een gegeven moment een beetje van oeh, het lijkt wel alsof zeg maar de tuning eraf is of dat hij op een andere manier heel snel is, maar hij is, ja, nee. Het is gewoon weer heel anders, maar zo'n turbo, kijk, mijn turbo was zeg maar kapot. Nee, hij was zeg maar niet kapot, maar een beetje versleten. Dus het is waarschijnlijk in een loop van de tijd is het steeds minder vermogen, heeft hij steeds minder vermogen gegeven. Dus op een gegeven moment ben ik gaan wennen dat hij zeg maar minder power heeft. Maar nu, hij is heel direct weer, hè? Ja, vreselijk direct. Er gaat geen vermogen verloren nu meer. Nee. Nou, hij doet het wel, hè? Zo, je ruikt hem wel nu. Ruik je dat? Ja, gek. Nou jongens, ik ben weer echt blij met de auto. Mijn droomauto. GT3 RS. Fucking ziek, hè, dat ding. Oh. Ik weet niet, ik blijf Porsche zo bizar vet vinden. En dan helemaal die GT3 en de GT3 RS. En dan zo in dat groen. Echt heel hype. Ta! Oh. Oh, wat was je schattig wezen zo. Ik zag je zo allemaal zo die kussentjes zo mooi neerleggen zo. Ik ben heel erg het huis aan het schoonmaken. Oh, lekker bezig, Wim. Moet je kijken, ik zou je even meenemen. Ja, ik. Laat me even zien. Wat heb je, dit is echt een fijne toevoeging. Oh, oké. Ja, dit is goed. Dit is echt perfect. Oh ja, kijk, en onze voorraad is natuurlijk hier weer, want het koelkastje is echt best wel groot, maar niet groot genoeg. Dus nee, Wim, dit heb je fantastisch gedaan, jongen. Leuk, hè? Ja, dit is nice. We hebben ook meegeholpen, we hebben alles even weggegooid. En die flesjes had je allemaal staat. Oh nee, we hadden niet zoveel flesjes meer. Ja, die zitten daar in die kansen. Oh, oké. Nou. Hey, je zult even lekker thuis komen, hè, jongens? Kijk eens, jongens, de kerstboom staat er al. Ik denk dat Ella heel vrolijk wordt. Ik denk, ja, Danique ook, misschien Amber ook wel. Want Ella is echt gek. Gek op kerst. Een beetje te gek. Ik heb het gevoel dat vrouwen dat altijd hebben. Ja, die vinden dat helemaal gezellig. En daar stond ook iets buiten, weet je nog? Huh? Waar is de pingpongtafel heen? De berg in. Oh, die is ook naar beneden. Kijk eens, jongens, het is weer. Het is wel beter zo, man. Ja, het is wat meer licht en wat zo. Fijner. Zo, jongens, ik zei het gisteren ook tegen Ruud, maar als je ook zo weer op de camera kijkt, blijft wel echt een fantastisch lekker huis. Oh, helemaal zo met die golden hour zo. Heerlijk. Holy shit, jongens, kijk dit. We zitten een video van mij terug te kijken dat we die gave auto's mee hadden. Echt, jongen, ik had daar een bolle kop. Holy shit.
Maar je ziet hier wel echt het verschil. Je had niet eens een kaak lijn. Nee, ik had, mijn gezicht was gewoon één groot rondje vlees. Je hebt gewoon nul kaak lijn nu. Ja. Zo rond. Holy shit. Oh, wat ben ik blij. Het is 5 kilo je hoofd afgevallen. Ja, holy shit. Dat is echt top. Daar ben ik wel echt blij mee. Het kan nog meer, ja. Maar je bent er goed bezig. Wim, wat heb je het leuk gedaan hier buiten? Kijk eens hoe gezellig. Ik wil nog even goed gaan. Ja, maar het is wel leuk. Van buiten is het ook leuk. Van buiten? Ja, als mensen zien. Oh, zo, van beneden, ja. Nou, dit kan ook gewoon. Hotza. Lekker. Ik ga alvast lekker editen, want morgen heb ik weer weer lekker een druk dagje. Ik ga eerst in de ochtend padellen met Stefan, daarna heb ik weer zangles. Dus het wordt weer een leuke dag. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.